Ik zie al een lachend gezicht voor de wedstrijd. Wat moet dat worden na de wedstrijd? Wat denk je? Wat gaat hij doen vandaag? Hopen op winnen natuurlijk. Hè. Ja, dat zou het ideale zijn. Hè. Dat is het mooiste. Hè. Ja. En er is een goede kans bij, denk ik wel. Hè? Ik denk het, ja. Ik denk het, ja. Ja, ja, ja. Hij heeft er alles voor gedaan en nu moet hij nog het afmaken als alles goed mee zit. Zou de zwaarste concurrent niet uit het eigen land kunnen komen? Ja, 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 ja. Die is zeker ook goed voorbereid. En dat zijn ook goed, die kennen elkaar goed. Dus, maar het zal in de wedstrijd toch tegen elkaar zijn. Hè. Ja, ja. Dat is vandaag. En dan voor het verdere verloop nog van dit jaar, wat gebeurt er nog? Vrijdag is de wegrit dan. Hè. Ja. Uiteraard, voor die wegrit, dat bedoel ik ook. Daar zijn ook mogelijkheden, denk ik. Hè. Zeker voor uw zoon. Daar zijn mogelijkheden. Ook voor Kian en ook voor Vlad, denk ik. Hè. Ja, ja, maar wegrit is altijd een beetje meer zoeken. Hier, ja, het is een vlakke rit. Het is voor iedereen dezelfde omstandigheden. Hier is die vandaag de topdag heeft, zal het halen. Hè. Dus, de tijdrit als Europees 1 en 2. De wegrit iets wat minder meegevallen, denk ik. Ja, er was ook minder groepsprint tijd tussen, met vierde plaats. Er was ook maar één dag tijd tussen daar. Hij heeft ook heel lang in de hot seat moeten zitten en niet kunnen recupereren direct daarna. Dus nu is dat met 2 dagen en meer recuperatie. Zal dat wel al een stuk beter zijn, denk ik. Dus je hoopt op de bloemen straks voor de mama? Ja, altijd, altijd. Geen succes, hè. Dankjewel, dankjewel.